Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer Rotep zet poepscooters in om sneeuw te ruimen. Nu eerst kort nieuws van dit moment. Het WK voetbal van 2018 wordt gespeeld in Rusland en komt dus niet naar Nederland en België. Het bestuur van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat vanmiddag besloten. Voor Rotterdam betekent dat de druk om een nieuwe Kuip voor 2017 te bouwen daarmee verdwenen is. Er komt geen windmolenpark voor de kust van de Tweede Maasvlakte. De gemeente Rotterdam schrapt het plan omdat er te veel weerstand tegen is. Volgens wethouder Van Huffelen zijn zowel natuurorganisaties als de scheepvaart tegen het windmolenpark in zee. De molens zouden het zicht belemmeren en natuurschade kunnen opleveren. De gemeente en het havenbedrijf gaan nu op zoek naar alternatieve locaties voor windmolens. Minister Schultz van Hagen staat achter de bezuinigingen bij de RET. De oppositie in de Tweede Kamer had veel kritiek op het plan om het openbaar vervoer in Rotterdam aan te besteden aan andere partijen, om daarmee tientallen miljoenen euro's te besparen. Volgens Schultz zijn monopolies niet meer van deze tijd en is marktwerking goed voor de reizigers. Straks veel meer over de beslissing om het WK-voetbal niet aan Nederland en België toe te wijzen. Na Ed Aldus met het weer. Vrijdag overheerst de bewolking. Slechts een paar opklaringen en met name in de westelijke helft van de regio bestaat de kans op een sneeuwbui. En de temperaturen zijn al duidelijk hoger dan de afgelopen dagen, want er worden maximumtemperaturen verwacht van 1 graad boven nul vlak aan zee tot min 2 graden wat dieper landinwaarts. Ja, wat was het spannend, maar het WK voetbal van 2018 wordt dus gehouden in Rusland en niet in Nederland en België. In de Kuip hadden zich veel hoopvolle betrokkenen verzameld om daar samen naar de bekendmaking te kijken. I do hope that the name of the winner is on both sides, because I don't know. So hij weet het zelf ook niet. Notaris heeft dit gedaan. World Cup. Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Het is Rusland dat het wereldkampioenschap voetbal in 2018 naar zich toe heeft gehaald. Eerste reactie van u? Ja, ze tegenvallen. Het grote geld wint. Zeg u? Het grote geld wint. Dat weet je niet. Het is, ik heb gehoord dat het bij ons ook komt, dus het is jammer dat wij het niet hebben. Het zou wat een verstelling geven van het stadion. Nou, dat is natuurlijk een enorme teleurstelling. We zijn natuurlijk twee kleine landen die voor een groot doel gingen, een great goal. Betekent gewoon dat we eens even onze mind moeten opmaken om te kijken of kleine landen nog in staat zijn om dit soort hele grote evenementen te kunnen en mogen organiseren. Nou, jammer dat we dat niet hebben natuurlijk. Voor het voetballen was het geweldig geweest als we dat hier in Nederland-België hadden mogen organiseren. Maar dat is ons niet gegund. En voor de club Feyenoord? Nou, dat maakt niet zo heel veel uit voor de club. Ik bedoel, ik heb alle vertrouwen dat het nieuwe stadion hier gaat komen. Dus ik zie hoe lang we daar al met de gemeente aan werken. Alleen, dit was natuurlijk een prachtige accelerator geweest. Ja, het heeft dus niet zo mogen zijn. Geen WK voor Nederland en België. Bij de Kuip staat nu Ruud van Os. Ruud, we zagen al een paar reacties. Hoe is er over het geheel gereageerd op de teleurstellende boodschap vanuit Zürich? Ja, net zoals Onno Jacobs, net zoals Hans den Ouderdammer en Gerard Kerkem. Iedereen is somber. En dus ook de directeur van de Kuip, Jan van Merwijk. Somber geen Nederland, maar Rusland. En de FIFA kiest ook voor Qatar. Ze kiezen dus voor het grote geld. Ja, daar lijkt het wel op. Het zijn eigenlijk wel twee bits waarin beide landen hebben aangegeven allemaal nieuwe stadions te bouwen, allemaal nieuwe infrastructuur. En juist over Qatar hebben ze in ieder geval geen land met een voetbalachtergrond in tegenstelling tot Nederland en België. Ik kan me niet voorstellen dat u met deze mededeling geen rekening heeft gehouden. Nee, kijk, we waren natuurlijk geen topfavoriet. Dat was al vrij snel duidelijk. Maar ja, uiteindelijk gaat het toch kriebelen. Je weet nooit hoe die stemrondes dan precies gaan. Het was een goede presentatie vanochtend nog van Nederland en Belgische bid. Dus je houdt er altijd rekening mee met ondanks dat het een kleine kans is, dat je het zou kunnen worden. Maar dat is gewoon jammer als je ziet dat het niet geworden bent. En dan de Rotterdamse hamvraag. Wat zegt dit voor de bouw van de nieuwe Kuip?
Nou, wat ons betreft is het WK van geen enkele invloed. Het WK komt in onze business case niet voor, niet in termen van opbrengsten, niet in termen van kosten. Wij hebben altijd gezegd, dit nieuwe stadion is voor Rotterdam belangrijk, is voor de hele gebiedsontwikkeling belangrijk, kan echt als hefboom voor het stadionpark gaan functioneren. Wij hebben ingezet op een stadion voor onze eigen toekomst. Hè. De 68.000 capaciteit hebben we onderzocht, is de capaciteit voor Rotterdam en voor Feyenoord. Voor het WK hadden we hem uitgebreid. Nou, we weten nu dat we hem niet hoeven uit te breiden. En wat ons betreft zijn de argumenten en nut en noodzaak voor een nieuw stadion onveranderd. Maar start er nu een politiek nieuwe lobby? Nee, kijk, we zijn natuurlijk al een tijdje in gesprek met de politiek, met de gemeente hier in Rotterdam. Die zien ook het belang van het nieuwe stadion. Daar is iedereen van overtuigd dat er een nieuw stadion moet komen in combinatie met die hele gebiedsontwikkeling. Nou, het enige jammer is dat, omdat de WK nu niet komt, dat is dat de Rijksoverheid een aantal middelen nu niet ter beschikking stelt. Nou, dat betekent dat het met elkaar even zoeken wordt naar de ideale oplossing. De druk van 2018 is nu weg. Wanneer staat die er, de nieuwe Kuip? Nou, wat ons betreft in 2017, dat zat in de planning voor het WK. En dat is ook zonder WK is nog steeds mogelijk om het stadion op die termijn te bouwen. Want ons uitgangspunt is, het huidige Kuip is economisch op aan het eind van zijn levensduur. Dus liever gisteren dan vandaag, bij wijze van spreken. Wij blijven gewoon hard werken aan het nieuwe stadion. Dankjewel. En dan is het tijd voor een politieke reactie. Daarvoor gaan we naar Geert-Willem Overdijkink. Die staat met de sportwethouder, Antoinette Laan. Ja, hier in het Feyenoord Museum waar we de presentatie net allemaal gezien hebben. En ja, mevrouw Laan, eerst maar even over de nominatie naar Rusland. Is dat voor Nederland en voor Rotterdam, is het jammer of is het een opluchting? Nee, het is ontzettend jammer. Dit had natuurlijk een waanzinnige kans geweest voor Rotterdam, voor Nederland, voor België. En het is echt heel erg balen dat we het niet hebben gekregen. Ja, aan de andere kant, het scheelt wel een hoop geld. Het scheelt een hoop geld in die zin, maar aan de andere kant levert het, is het gebrek aan energie en we hadden er zoveel uit kunnen halen als Nederland. En ons zo mooi op de kaart kunnen zetten in de wereld. En 3 weken plezier, dat is ons allemaal ontnomen nu, maar goed, we moeten wel weer verder. Het college zou volgende week of de week daarop beslissen over de bouw van het nieuwe stadion, de nieuwe Kuip. Jan van Merwijk, de stadiondirecteur, die zei net, wij gaan er nog steeds van uit dat het stadion in 2017 klaar kan zijn. Maar aan de andere kant, u heeft nu wel, de tijdsdruk is eraf, u zou eventueel later kunnen beslissen. Gaat u dat doen? Nou, die kans is natuurlijk nu heel groot. We hadden anders volgende week dinsdag inderdaad als college een beslissing moeten nemen. Die kans is groot dat nu waarschijnlijk pas januari wordt. Ja, de druk is eraf en dat geeft altijd toch altijd weer mogelijkheden om andere dingen te beslissen. Dus ik weet niet of dat nou al wel heel snel gaat gebeuren. Maar van uitstel gaat geen afstel komen? Nee, kijk, het stadion blijft even oud als dat het was voordat we wisten dat Rusland het kreeg. Het stadionpark moet ontwikkeld worden, dus dat blijft hetzelfde. Het WK gaat niet door. Moet Nederland nog wel in willen zetten dan op de Olympische Spelen in 2028? Als de FIFA kennelijk zegt van nou, Nederland en België, ja, vertrouwen we niet of willen we niet voor zo'n groot toernooi? Ja, ik denk niet dat ze dat gezegd hebben. Ik denk dat ze gezegd hebben, Rusland kan het nu mooier doen. Want die kunnen stadions bouwen zoals wij ze willen hebben. Die hebben daar de euro's voor. Het is juist een uitdaging voor Nederland om dit op te pakken als een handschoen. En juist wel die Olympische droom na te streven volgens mij. Oké, dank u wel. Goed, dat was sportwethouder Antoinette Laan met haar eerste reactie. Later in de uitzending komen we terug met nog meer reacties hier vanuit de Kuip. Nou, in eerste instantie denk je, ja, er zal wel een hond zijn. Maar zolang je die hond niet ziet, ja, dan geloof je het inderdaad niet. Fietsers die vanmorgen naar werk of school gingen, moesten uitkijken. Op veel fietspaden was nog niet gestrooid en er lag dus volop sneeuw. Toch is de Roadtap de fietsers niet helemaal vergeten. Vandaag wordt zelfs de poepscooter ingezet om sneeuw te ruimen. De poepscooters van de Roadtap kunnen niet gebruikt worden om poep te zuigen als het vriest. Het zuigsysteem kan de kou niet aan. Toch staan ze niet werkloos in de garage. Ze zijn omgebouwd tot sneeuwschuivers. Als het vriest kunnen wij toch geen hondenpoep opruimen met de hondenpoepzuigers. Dus ze worden omgebouwd met een sneeuwschuif en ze worden ingezet op de fietspaden. De fietspaden worden zoveel mogelijk schoongeveegd, maar daarnaast wordt er ook gestrooid. En ja, met dit weer, als het door blijft sneeuwen, blijft dat lastig om dat helemaal onder controle te krijgen. Maar we zijn ermee bezig en dat blijft, zolang het sneeuwt, blijven wij strooien. Inspecteurs van de gemeentelijke belasting in Rotterdam trotseren de ijzige kou om te controleren of u wel hondenbelasting betaalt. Wijk voor wijk wordt heel Rotterdam afgestruind naar hondeneigenaren die geen aangifte hebben gedaan. Vandaag ging de Belastingdienst van start in Kralingen. Goedemiddag. Ik ben van de gemeente Belastingen. Oh, daar zou je het hebben. Medewerkers van de hondenbelasting speuren in Rotterdam-Kralingen huis aan huis naar wanbetalers. Wie durft hier nog met zijn viervoeter over straat? Ja, hij moet toch uit? Hé, Otto. Hé. Oh, ga jij sterven van de kou. Dat zit bij deze mevrouw verder wel goed, maar wie de hondenbelasting niet heeft betaald, wordt verraden door zijn of haar eigen hond. De controleurs hoeven alleen maar even aan te bellen.
Ja, het komt hier ergens vanuit in deze huis komt het geblaf vandaan. Er staat hier nog iemand op een lijst die niet betaald heeft. Ik durf niet te zeggen of deze mensen nou waar het geblaf vandaan komt op de lijst staan van degene die niet geen aangifte hebben gedaan. Dus wees gewaarschuwd, de hondenbelasting kijkt naar de aangifte van alle baasjes op straat. En de dienst belt aan bij alle adressen waar geen aangifte is gedaan. Maar ja, wanneer er niet wordt geblaft, dan is een simpele ontkenning weer voldoende. Geloven jullie dat? Ja, hoe moet het? Ja. Je neemt het gewoon aan. Ja. En je hoort inderdaad ook geen hond geblaft. Hondenbelasting is een belasting. En belastingen die komen altijd te goede aan de gemeentelijke schatkist. En daar heeft de gemeente 100% keuzevrijheid waar ze het aan besteden. En wie geen hondenbelasting hoeft te betalen, heeft misschien nog wel een andere belastingschuld openstaan. Dat is ook kassa. Dat zijn die groene enveloppen met openstaande aanslagen. Die gaat u ook bezorgen? Als we langs de deur gaan wat zeker is, dan gaan we inderdaad in de bus doen als de mensen er niet zijn. Werkelijk overal wordt belasting opgegeven, hoewel... Moet daar ook voor betaald worden? Hoe is het gratis? Belastingvrij. Ja. En dan nu aandacht voor een heftig onderwerp. Meisjes die gedwongen in de prostitutie belanden. Er moet ondanks alle voorlichting over loverboys nog steeds tegen gewaarschuwd worden. Linda Voeta van Gogh maakte het zelf mee als meisje van 20 jaar. En nu, op 47-jarige leeftijd, geeft ze lessen op scholen om haar verhaal te vertellen. Een verhaal dat jonge meisjes van nu moet waarschuwen tegen de praktijken van loverboys. Linda Voeta van Gogh belandde volgens het klassieke verhaal in handen van een pooier. Ze was verliefd op hem, werd na 3 maanden verkering finaal in elkaar geslagen in een Haagse discotheek en belandde achter het raam. Als hoer, om tegen haar wil in te neuken. Want zo praat ze erover. Neuken wordt nog vaak geassocieerd met, dat is lelijk, dat gebruik je niet zomaar. Dat gebruik je of als die gasten onderling met schelden. Maar niet als je het hebt over liefdebedrijven, seks hebben, hè, of leuke zaken. En daarom zeg ik inderdaad neuken. Want op het moment dat jij het moet doen voor je vriendje of met zijn vrienden, voor geld voor hem, is het lelijk. Is het zo afschuwelijk dat het geen andere naam mag hebben eigenlijk. Linda koppelt haar verhaal van 27 jaar geleden aan het leven van jonge meisjes anno 2010. Ze vertelt de groep leerlingen hoe je onbewust op internet misleid kunt worden. Loverboys selecteren op onschuldig bedoelde sexy foto's en onbewust weggegeven persoonlijke informatie. Voor je het weet heb je al zoveel informatie gegeven, sta je helemaal nog ineens niet bij stil dat iemand die informatie alleen maar opslaat, bewaart tot het juiste moment. Hé, eens even kijken, waar houdt ze van? Welke muziek? Oh, dat is een lekker sletje van een hoertje. Kijk, een uitdagend koppie. Zo, mooie tieten. Volgende week kan ik haar misschien wel al strikken om met mij een uitje te maken. En een week later kan ik het als hoer laten werken. Gedwongen in de prostitutie belanden. Linda kreeg de gelegenheid een film te maken over wat haar is overkomen. Fragmenten daarvan laat ze tijdens haar gastles zien. En die treffen doel. Wie was die vent? Dat moet je god! Meisjes die in handen vallen van loverboys leven in doodsangst. Een angst die niets meer heelaat van de logische gedachte om gewoon te ontsnappen. En die kelderboxen worden gebruikt om jonge meisjes, ze beginnen ze daar alleen maar te neuken met 5, 6 gasten tegelijk. Dan worden ze voorbereid om later in de prostitutie te gaan. En die meisjes die we daar lachend naar binnen zien lopen, die komen huilend naar buiten. En als ze al niet huilend naar buiten komen, want dat is niet stoer, maar gewoon stoer naar buiten komen. Die hebben misschien een grote mond en die doen misschien stoer en die zeggen misschien, het maakt allemaal niet uit. Maar dat is ook de angst, want die gasten hebben van die subtiele manieren om ze in hun web te houden. Ik weet waar je zusje woont. Ik weet waar je broertje op school zit. Familieleden hebben Linda letterlijk achter de ramen weggetrokken. Vorige week, 27 jaar later, hoorde zij dat de portier van de discotheek waar zij destijds in elkaar geslagen werd, was omgekocht. Daarom bood hij geen hulp, ondanks de smeekbeden van de toen 20-jarige Linda. Er zijn barmannen. Er zijn mensen aan deuren die weten dat meisjes op die manier in discotheken in elkaar getremd worden. En sommigen verkracht worden en sommigen in kantoren worden verkracht. En niemand praat. Als die mensen het wel hadden gemeld,
ja, dan had ik niet in die periode in zo'n situatie terechtgekomen. Dan had ik niet echt, en alles in zijn totaliteit, uiteindelijk de ellende die daarna kwam en de ellende waar ik in bleef en de ellende waar ik weer in zonk omdat er toen geen goede hulpverlening was, duurde echt 6 jaar. En het gebeurt nog steeds. Laat dit een les zijn. Die tranen kwamen echt uit mijn ogen. Ik vond het echt zo erg. Meestal als ik het op tv zo hoor, dan denk ik zo van ja, het zal wel allemaal. Maar als het echt voor je staat, dan denk je van wauw, het is echt heel diep. Je moet juist erover leren praten met iedereen in een groep, kleine groep, grote groep. Omdat je dan meer beseft wat er in je omgaat en wat er gebeurt in je omgeving. En je ziet zo vaak dat meisjes zo naïef zijn en naar jongens toegrijpen. Van ze hebben problemen naar huis. En dan gaan ze naar buiten toe en ze gaan naar jongens toe. En dat is gewoon niet goed. Meld het ergens. Hou je mond niet dicht. Want het kan volgende week je zusje of je nichtje of je vriendinnetje zijn. Ja, wijze woorden van Linda Voeten van Gogh. Nu terug naar het WK voetbal, dat in 2018 dus niet in ons land wordt gehouden. In de Kuip waren vanmiddag alle Rotterdamse betrokkenen bijeen om live mee te maken wat de FIFA had besloten. En Ruud van Os is nog altijd op Rotterdam-Zuid en heeft nu een heel teleurgesteld iemand bij zich staan. Ruud, klopt dat? Je kunt trouwens ook dat wandje achter je wel gaan slopen, hè? Ja, straks slopen we dit wandje inderdaad. Maar Erik Gudde, jij bent natuurlijk kapot van deze negatieve mededeling, want de toekomst van Feyenoord die valt of staat toch met het nieuwe stadion. En geen WK betekent ook misschien wel geen nieuw stadion. Nou, ik kijk er toch wel wat anders tegenaan. Ik ben teleurgesteld dat we het evenement niet hebben. Want als je de WK 2006 en 2010 hebt meegemaakt, dan is het een fantastisch evenement voor je stad en voor je land. Voortreffelijk voor imago, ook allerlei, los van kosten, ook allerlei zaken die geld wat binnenkomt. Ten aanzien van de toekomst van Feyenoord, daar ben ik helemaal niet ongerust over. Wij zijn vanaf 2005 in uitstekende samenwerking met de gemeente, de club en partijen daaromheen bezig met plannen. Gebiedsvisie, structuurvisie, businessplannen. En die hebben een tempo waarin de WK af en toe wel een rol speelde. Maar de stadsvisie 2005 was zo helder. Er komt een stadionpark, dus, het nieuwe stadion is een katalysator. En ik heb echt geen signalen waarom dit proces nu ineens verstoord zou worden. Misschien wordt het wel veel moeilijker om geld bij elkaar te harken. Kijk, je hebt twee dingen die een rol spelen. In de eerste plaats de druk is het oogst van de ketel. Maar nogmaals, volgens mij werken we in gezwinde spoed erin. En de tweede is dat je een rijksbijdrage waarschijnlijk niet of veel moeilijker zult krijgen. Ja, dat betekent dat je je zaken zelf zult moeten oplossen. Maar ook wat dat betreft vind ik dat Rotterdam een hoog zelfoplossend vermogen heeft. Als ik kijk naar Luxor Theater, Nieuwe Hooi, Erasmusbrug, dat hebben we ook allemaal met elkaar geregeld. Dus ik ga ervan uit dat we hier ook uit gaan komen. Weer een positief iemand, ondanks de negatieve mededeling. Geen WK in Nederland en België. Eens kijken of Geert Willem ook weer iemand zo positief bij me heeft staan. Ja, ik geloof het wel. Ik ga praten met Dominique Schreier. Ook wethouder, weliswaar niet verantwoordelijk voor sport. Maar wel de man die de afgelopen jaren al heel erg bezig is geweest met de ontwikkeling van Zuid. En ook als PvdA-lijsttrekker zich heel erg heeft ingezet voor het binnenhalen van dat WK. Meneer Schreier, teleurgesteld over de uitslag? Nou, wij waren natuurlijk niet de topfavoriet, maar iedereen had wel zoiets, de gevaarlijke outsider. Waar twee vechten om één been, gaat misschien de derde ermee heen. Nou, dat is helaas niet gelukt. Dus in die zin gewoon heel jammer. Wat gaat dit betekenen voor de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid, vooral voor dit deel? Nou, voor het hele gebied, stadionpark, de ambities die we hebben op het gebied van sport, op het gebied van recreatie, onderwijs, werk, die ambities die blijven gewoon overeind staan. Maar ja, het WK binnenhalen had natuurlijk een versnelling opgeleverd. Het kabinet... ja, dat zijn wel ambities waarvan u nu misschien kan zeggen van ja, eigenlijk hebben we niet voor alles het geld liggen, dus we stellen het delen uit. Nou, je moet nu opnieuw op een rijtje zetten wat dit betekent. Het wegvallen van geld van het kabinet om te investeren in nieuwe stadions. Hè. Dat was natuurlijk onderdeel van het WK. Maar we gaan natuurlijk wel door. Openbaar vervoer hier verbeteren in dit deel van de stad. Onderwijs verbeteren, ook de breedte sport, de sportverenigingen. Nou, Feyenoord zelf die ambities heeft. Dus we gaan opnieuw met elkaar op een rijtje zetten van hoe we die ambities die we hebben wel kunnen realiseren, maar waarschijnlijk wel in een wat trager tempo. Hoeveel trager? Kunt u dat inschatten? Nee, dat is nu niet in te schatten. Dat moet gewoon de komende maanden opnieuw op een rijtje worden gezet met alle betrokkenen en belanghebbenden. Maar dat dit deel van de stad een grote potentie heeft. Met Feyenoord, met onderwijs, met topsportcentrum, hè, wat nu wel geopend is, hè, recentelijk. En allerlei andere ontwikkelingen, die ambities, die houden we overeind. En de komende maanden gaan we gewoon uitwerken hoe we stap voor stap dat hier ook gaan invullen. Oké, hartelijk dank voor uw snelle reactie, Dominique Schreier. We gaan terug naar Ruud van Os, want die vraagt de reactie van Rotterdam Topsport. Rotterdam Topsport, Hans Soetert maar, nauw betrokken bij Euro 2000 destijds. Dus verstand van lobbyen. Hans, waarom hebben we het niet gekregen?
Ja, die vraag die is moeilijk te beantwoorden. Dat zullen we toch aan de FIFA-mensen moeten gaan stellen. Van wat de plus- of de minpunten waren en op grond waarvan zij uiteindelijk tot hun keuze zijn gekomen. Die stemming die is geheim. Ik ben wel heel benieuwd naar verschillende stemrondes. Van hoe ver is Nederland gekomen in die verschillende rondes. Maar dat zullen we nog even moeten afwachten. Maar de Olympische ambities, 2028, die kunnen toch definitief de koelkast in. Geen klein land gaat zo'n groot evenement krijgen. Dat is toch wel duidelijk vandaag? Nee, dat ben ik het zeker niet met je eens. Ik denk dat we aangetoond hebben dat we grote evenementen aankunnen. Als Rotterdam, maar ook als Nederland. En dat we dit WK niet hebben gekregen is natuurlijk een teleurstelling. Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee alle ambities voor de komende jaren dat we die opzij gaan schuiven. Dankjewel Hans Soetatmaar. Tot zover het nieuws vanuit de Kuip. Een sombere mededeling, maar positieve geluiden. Die nieuwe Kuip die gaat er gewoon komen. En het WK voetbal van 2018, dat wordt dus in Rusland gehouden en niet in de Lage Landen. Dit was Rijnmond Nieuws. Verderop in dit uur Rotterdam Centraal, waarin we de vorderingen rond de bouw van het nieuwe station volgen. En daarbij gaat het niet alleen om gruis, maar ook om groen. Deze plataan is eigenlijk heel uniek, omdat dat nergens in Nederland nog geplant staat. Het is dus een tweestammige, U-vormige boom die in een V naar buiten toe groeit. Dat is dus toch wel heel uniek, ook heel nieuw voor ons eigenlijk om te doen. Ja, waarom deze bomen speciaal geteeld worden voor de Rotterdamse ramblas, zoals het wordt genoemd, ziet u later dit uur in Rotterdam Centraal. Meer nieuws is te vinden op rijnmond.nl. Ik zeg nog een prettige dag verder. Dag.